Met 1-2 verslaat Ajax gisteravond het Juventus van Ronaldo in een zinderende kwartfinale. En Ajax staat ermee voor het eerst in 22 jaar weer in de halffinale van de Champions League. Ja! Yes, het is eindelijk officieel! We staan gewoon na 22 jaar in de halffinale. Ik word helemaal gek. We gaan nu de supporters opzoeken, want dit feestje moet gevierd worden. Dapper strijders, bier en koen. Geen club bij ons kan even halen. Rood en wit wordt kampioen. Feest in Turijn voor de Ajax-fans na een sensationele winst. Yes! Yes! Ajax, top de dag! Hoe was het net? Ja, net was geweldig. Ik stond op de middenlijn zowat. Ja, top. Top. Hoe hebben ze dit voor elkaar gekregen? Nou, als team geknokt. Ja, ongelooflijk, hè? En 1-2 ook nog goed voorspeld ook. Dus ja. Puntjes voor Guido. Ja, ja, ontzettend trots. Was echt een spannende pot. Ja! Hoe was het op de tribunes? Nou, wij zaten wel bij heel veel Italianen. Dus bij 1-1 ging je al springen. Zei iedereen van, ga maar weer zitten, doe maar rustig aan. Bij 2-1 sprongen we nog harder. Toen, toen zeiden ze wel van, nou ja, een paar scheldwoorden kwamen eruit. Kom op, lekker hoor! Natuurlijk is er dan na afloop alleen maar ontlading bij de Gouden Zonen. Ook tevredenheid bij Edwin van der Sar en Mark Overmars. En die 2-1 wordt ook thuis natuurlijk uitbundig gevierd. De supporters in Turijn feesten door buiten het stadion. 1-2, het is gewoon gebeurd. Ja, ongelooflijk. Ik kan het niet geloven. Ik kan het niet geloven. Ik heb serieus gejankt als een kind, die wilde het niet weten. Hoe kan dit? Ja, het had ook nog 1-4 kunnen zijn, hè? Als je dan zo Donny ziet scoren, is zo'n lekker gevoel, die 1-1. Dan die 2. Dit is een wedstrijd, dat ga je hele leven nooit meer meemaken. En zeker met mijn zoon samen dit te mogen doen. Ja, dit is fantastisch. Ja! Topfeest. We staan gewoon in de halffinale. Dit blijft nog heel lang onrustig hier in Turijn. Ja, la 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 la. Je hebt er alles aan gedaan en zo te zien aan je enthousiasme heeft het niet gelegen. Maar het is je niet gelukt om binnen te komen in het stadion. Nee, nee, nee. Dus ze waren best wel streng en het lukte niet. Maar ik zat wel onder het stadion. En daar was ja, een soort kroegje. En daar keek ik met Juventus supporters en de cameraman naar deze wedstrijd. Durf je dan voluit te juichen? Nou, bij de 1-1 was ik net zoals Guido inderdaad al best rustig. Maar die 2-1, ik kon me gewoon niet inhouden. En ik gooide inderdaad een glas om en de camera viel om. Maar het was echt, ja... En de sfeer na afloop, daar, in Turijn. Heb je de selectie? Ben je die nog tegengekomen? Zeker, die zijn naar hun hotel gegaan. Het Golden Palace Hotel zaten zij. En ze hadden een klein feestje, zeiden ze zelf. Bescheiden maar partij. Er werd toch goed geproost daar. Maar goed, ze zeggen natuurlijk, ja, zaterdag is natuurlijk weer Groningen. En het kampioenschap wacht, zeggen zij. Dus nou, ik zag Huntelaar zag ik een foto posten om 3 uur 's nachts, geloof ik. Ja, ik hoorde ook op Ajax Instagram was vandaag ook te zien dat Veldman zei, ja, het was vandaag wel 3:30, zoiets. Dus ja, ik denk dat het wel een klein feestje. Maar ook terecht, toch? Half finale. Ja, zeker. Ja. Nee, absoluut. En voor de laatste keer dat het gebeurde, was jij 1, volgens mij. Precies, ja, zeker. Ja, precies. Dus terug in de tijd. We gaan even naar de wedstrijd. Simon, ja. 1-0 door Ronaldo. Daar gaan we even niet naar kijken. Maar die 1-1, daar gaat het om. Wat is daar bijzonder aan? Nou ja, het bijzondere, wat Donny eigenlijk na afloop al zei. En iedereen, ik was bij de wedstrijd, ik stond in de mixzone, een beetje die spelers aan het wachten. En dan is iedereen al een beetje zo van, ja, die goal van Donny, die was aan de 34e minuut, hè? De 34e minuut, en daar begon hij zelf ook al over. Natuurlijk, zijn grote vriend Nouri, ik denk niet dat ik hoef uit te leggen hoe het daarmee is. Dat weten we allemaal, het verhaal is bekend. Maar Nouri speelde inderdaad met dat nummer 34. Dat 34 is gelinkt aan Nouri. Ze zeggen ook, het 34e landskampioenschap moet voor Nouri zijn. En ja, Donny zei ook zelf van, nou, ik scoorde, ik keek naar boven, ik zag die 34e minuut en ik dacht, ja, dit moet zo. Hmm. Waanzinnig. Ja, mooi kip voor een moment. Dat andere kip voor een moment is van iets plastischere aard. Namelijk, financieel werd er goed geboerd. Hè? Nogal. Ja. Vertel eens eventjes, hoeveel kan Mark Overmars bijschrijven? Ja, ik geloof dat ze nu qua Champions League opbrengsten alleen al rond de 90 miljoen, als ik me niet vergis. 90 miljoen. Mogen bijschrijven, dus ja, dan kunnen ze weer op de bank zetten. Maar de laatste jaren laten ze ook zien dat ze best wel goed kunnen uitgeven. In plaats van alleen maar erop te zitten. En we hadden het kunnen weten, hè, dat ze zouden gaan winnen. Want er is namelijk een orakel. En dat orakel heet René Vroger. Die heeft dit allemaal voorspeld, dat dit zou gaan gebeuren. Waar? In september 2018 zei hij, Ajax gaat de Champions League winnen. Zover is het nog niet, maar we zijn goed op weg. Hij zegt nu dit over. Het kan zomaar gebeuren dat wij gewoon de Champions League winnen volgend jaar. Ik voel gewoon, en er zullen mensen zeggen, nou, Vroeger, je bent gewoon absoluut, absoluut gek. Maar het kan zomaar eens gebeuren. En het kan gewoon met dit team, kon het ook.
Maar ja, dat ik dat in september vorig jaar, of wanneer was het? Oktober of september of zo? Dat ik het toen al zei. Ja, ja, dat is allemaal leuk. Maar ja, goed, ik heb heerlijk met mijn vrouw, want die is namelijk nog fanatieker als ik. Hebben we heerlijk met z'n tweeën op de bank gezeten. We gingen vreselijk keer met z'n tweeën. Maar niemand zegt in september 2018, Ajax kan volgend jaar wel de Champions League winnen. Er is er eentje natuurlijk, Louis van Gaal. Ja, maar die roept altijd dat het kan. Alleen zo specifiek, Ajax kan volgend jaar de Champions League winnen in september 2018. Gekhuis, maar het kan 100%. Heb jij Ronaldo nog gezien eigenlijk? Ik heb Ronaldo gezien, ja, die kwam voorbij in die mixzone. En ik vond het wel bijzonder, omdat, kijk, hij is daar met één reden heen gehaald. Niet om Juventus kampioen te maken, want dat worden ze elk jaar, interesseert ze eigenlijk niet eens. Zij willen die Champions League weer pakken. Daarom hebben ze Ronaldo gehaald, enige reden. En dan zie je hem op het veld al helemaal over de zijk, maar dan loopt hij door die mixzone heen. En eigenlijk, ik heb hem wel eens vaker door de mixzone heen zien lopen na nederlagen, na dompers. Dan zie je het aan. Ja. Nu was hij eigenlijk alsof hij berusting had. En of dat dan komt zo van, ja, Ajax verdiende het gewoon. Ik had ook wel een beetje idee dat hij dacht van, ja, kijk, het lag niet aan mij. Dus dat hij zichzelf het wat minder aantrekt. Maar hij zag er wel redelijk uit zo van, ja, dit is wat het is. Ben ik niet helemaal gewend van hem. Maar nee. Ja, dat is een coole Ronaldo. Tegen zijn moeder gezegd dat hij geen wonderen kon verrichten. Hij kon geen wonderen richten. Ja. Daar, als je dan tussen denkt, denk ik ook wel een beetje dat hij voor zichzelf ook wel zegt van, nou ja, het lag niet aan mij, het lag aan hem. Nog heel even naar Overmars, die inderdaad zeer blij was omdat hij wat geld kon. Ja, vertel het zelf eventjes. Ja, nee, Overmars die dacht, ik heb een goede buik, ik maak er een buikschuiver mee. Ja, ik vind dat toch wel tof. Weet En hier zien we hem. En is de buikschuiver... Ja, lekker hoor. Hij heeft gelijk liggen. Ja, precies. Het is een buikschuiver impliceren dat hij ook schuift. Ja, precies. Ja, als ik dat ook doe, dan is het meer sloopkogels dan buikschuiver. Het is meer een soort buikstuiter. Ja, precies. Ja, mooi. Ja. Kijk. Vond je het ook lekker om Ronaldo afgedroogd naar huis te zien gaan? Eigenlijk, ik ben wel een beetje Ronaldo gek. Dus ik moet eerlijk zeggen, tuurlijk ben ik blij dat Ajax heeft gewonnen, maar ja. Ja, Ronaldo is toch mijn held, dus ja, ik vond het ook een beetje pijnlijk voor hem. Maar hey, Ajax in de halve finale. Eerst volgende wedstrijd is Of tegen Manchester City of tegen Tottenham Hotspur. Dat gaan we vanavond zien. Ik denk de kans heel groot is dat Manchester City wordt. Maar het maakt vanaf nu officieel geen fuck meer uit, want Ajax kan iedereen pakken. En daar is geen woord vast bij. Hartelijk dank, heren.